Yo, mijn eerste video op YouTube. Shout out to YouTube man. Hey, normaal ben ik een Engelse streamer op Twitch. En dit gaat mijn eerste video in het Nederlands zijn. Wat best wel moeilijk is, maar ik ben zo gewend om Engels te praten. Dus. Het moet even wennen. Het wordt even wennen om het in het Nederlands te doen. Maar. Ik dacht van. Is, ik denk niet echt dat er een goede trader op YouTube is die. Heel veel tips in het Nederlands geeft. Dus ik dacht van waarom niet toch? En. Wat ik voornamelijk op Twitch doe. Is heel veel special card traden. En op YouTube wil ik. Graag uitleggen. Welke dagen te kopen. En welke dagen te verkopen. En wat voor kaas te kopen. En wat voor kaas niet te kopen. Voorbeeld. Um, komende dagen. Wordt verwacht dat. We, Claus. De right back, de French right back, deze toch? Is geleakt dat hij gaat komen. Dus je wil niet left. die wil geen left, uh, left backs gaan kopen. Omdat deze speler in de aankomende dagen wordt verwacht als een SPC of objective. Dus je wil, je wil, je wil alle rechte uh, right, back, uh, right backs weer vermijden, toch? Klaus. Uh, deze. Dus, als voorbeeld. Als deze kaart komt, wil je niet Mukiele of zo gaan handelen. Of Hakimi. Of elk andere right back. Waarom? Als er een, right, als er een andere right back komt, teken dat andere right backs omlaag gaan. Toch? Dus je wil geen. Like, als je mijn transferlist ziet, zie je dat ik helemaal geen rechte verdediger in mijn transferlist heb. Oh ja, ik heb deze man. Andere league. Uh, is premier league. Premier league. Premier league. Maar <laughs> yeah, ja, ik verkoop het ook voor, voor um, 6 pm. Want als die klas komt, gaat deze, gaat, gaat deze uh, omlaag. Daarom ben ik hem aan het verkopen. En de markt is op. Dus. Zulke dingen wil ik gaan bespreken in deze YouTube-series. En ik wil jullie ook uitleggen. waarom ik zulke ko spelers koop. en. Wanneer ik het ga verkopen en welke spelers het goed gaan doen. En zulke dingen. Gewoon tips om jullie geld te laten maken, toch? En voor als volgende een voorbeeldje. Sterling. Heb ik voor rond de uh, 90k gekocht. En hij heeft het heel goed gedaan deze week. En ik heb hem voor 113k verkocht. Dat is bijna 15k per kaart. Dit alleen is al bijna 100k aan profit. Aspilicueta heb ik voor. onder de 34 gekocht. Waarom heb ik deze kaart gekocht? In de Premier League heb je niet zoveel verdedigers. Je hebt Rhys James, Aspilicueta. Rhys James is heel duur. Aspilicueta minder duur. Niet een slechte kaart. Chelsea, Popular Club, Spain, Popular Nation. Dus ik dacht. Laat me alsjeblieft weten kopen. 34k gekocht. 39k verkocht. Ik zou hem hier, Laat me kijken hoe duur die is. Ik zou hem zelfs voor 40k kunnen verkopen. Maar. Zoals ik zei. Klaus is. is uh, kan, aan, kan elk moment komen. Elke dag. We weten niet wanneer. Elke dag. Als Klaus komt. Gaat deze omlaag. Kijken hoeveel er nu is. Uh, winter wildcard. Uh, boom. Hij is rond de 39. Deze, ik denk als Klaas vandaag niet komt. Gaat hij zelfs over de 40. Maar ja, je kan het risico niet nemen. Want als Klaas komt. Kan hij terug naar de 35 gaan. Dus deze heb ik gisteren gekocht. Dus gewoon like een, een avondje houden en boom. Je maakt winst. En wat anders? Wat anders hebben we hier? Sterling voor 95. Deze heb ik. Volgens mij twee dagen geleden gekocht. En twee dagen gewacht, want ik zag dat deze constant omhoog ging. Dus ik hield hem gewoon. Ik heb. Ja, heel veel Aspiliqueta's. Wat anders hebben we? Comens heb ik gekocht, omdat die ook aan het draaien. Normaal doet hij heel goed, komen. Het is niet de beste invest, ik heb hem voor 78k gekocht. 86k winst. Is heel veel tax. 4k tax. Dus niet zoveel profite. Collins deed heel goed. Zelfs Aspiliqueta. Nieuwe kaarten. Mensen houden van nieuwe kaarten. Nieuwe kaarten doen het normaal, he no normaal heel goed. Zoals als weet, daarom heb ik Collins gekocht. Goedkoop? Wat zie je hier? Alle kaarten die ik hier flip, zijn super goedkoop. Na sterling. Ze zijn allemaal onder de 100 kaarten, 50k zelfs. Zulke kaarten doen het meestal super goed. Waarom? Laten we zeggen, een kaart over. 100k. Er zijn veel minder mensen die zulke kaarten kunnen um, veroorloven als je het vergelijkt met zulke kaarten. Er zijn heel veel mensen die een 40k kaart kunnen kopen. Niet zoveel mensen die een, een 150k kaart kunnen kopen. Daarom zie je dat ik maar één Spinazola heb, of um, Spinazola, en heel veel Aspiliquetas. Waarom? Omdat goedkope kaarten het beter doen. Veel meer mensen kunnen zulke kaarten uh, veroorloven. Hetzelfde met uh, Collins. Is wel wat duurder, maar. Heb ik voor. Rond de. 63 gekocht volgens mij. Tel uit je winst. Bijna 5k een kaart. Tel uit je winst. En. Als je het li leuk lijkt om ook zulke, zulke flips te maken. Door de week heen. Laat me weten wat jullie van vinden. En. Hé, hey, kom op man. Er is, geen, er is geen andere Nederlandse treden op YouTube. Zover ik weet. We moeten, iemand moet dat doen, toch? Iemand moet dat doen. En hopelijk, hopelijk kan, kan ik jullie ook. Uh, kan ik coins voor jullie maken, toch? I en mean, ik wil ik tips geven om coins te maken. Of jullie leren hoe je coins maakt in, de, in deze markt. De markt is moeilijk dit, uh, dit jaar. Ik ga niet liegen. Heel moeilijk om coins te maken. Dus. Ik ga mijn best doen om, om, om jullie te helpen. Ja, laat me weten wat jullie ervan vinden. Definitely. Hit the subscribe button. Het is Engels. Maar ik ben zo gewend om het in Engels te doen. Daarom, ik moet nog even wennen. Even wennen. Ja? Even wennen. En na een paar dagen dan gaat dat beter. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Subscribe. Laat een comment achter. Laat me weten wat. Ook als er andere methodes zijn waar jullie meer over willen weten, zoals icon traden. Ik, ik weet heel veel over icon traden. Ik doe het niet. Want deze specia uh, specialcasts doen het beter. Als jullie dingen willen weten over icon traden, let me know. Let me know. Filters, sniping filters. Laat me weten. Ik kan jullie met alles helpen. Peace. Subscribe!